Vandaag is er een viewing geweest van Mees Kees voor de Guus Nederhorst Foundation. Voor allemaal kinderen die het thuis wat moeilijker hebben. En die mochten naar de film komen kijken. En ik ben ook langs geweest om handtekeningen uit te delen en een handje te geven. En even te praten met ze. Hoe is de Guus Nederhorst Foundation ontstaan? Die is eigenlijk ontstaan doordat de boekjes van Woezel en Pip zo'n groot succes waren. En Dinant, Guus de toenmalige man, die bedacht zich eigenlijk dat hij het leuk zou vinden als er ook zeg maar iets heel moois uit voort zou vloeien. Wat uit haar naam goede dingen zou kunnen doen in plaats van dat alleen maar de boekjes zo'n succes waren. Waarom is er gekozen voor dit initiatief? Nou, dat is heel leuk. Dat initiatief heeft eigenlijk gekozen voor ons. Dus het is de film Mees Kees, die gaat over een kindje. Wat het thuis heel moeilijk heeft. Zijn moeder is depressief, komt er bed niet uit en daardoor moet hij eigenlijk voor zichzelf zorgen. En het is een hele leuke, warme, gezellige film, maar het onderwerp is natuurlijk best triest. En zij wilde heel graag dus iets doen voor kinderen die in dat soort situaties leven en daardoor hebben ze ons deze bioscoop ter beschikking gesteld. Nu voor een heleboel kinderen die in de opvang zitten en hierna voor kinderen die echt... Code Rood heet dat zijn, die echt in beschermde omgeving zijn geplaatst. Die ook niet, waar geen foto's van gemaakt mogen worden. Die echt beschermd worden opgevoed omdat ze uit huis zijn gehaald, omdat ze niet veilig zijn. Ja, we zoeken zeker vrijwilligers, want we zijn nog een hele kleine stichting. We groeien wel. We zoeken natuurlijk donateurs, maar ook vrijwilligers, want we hebben veel... dagen waarin wij aanwezig zijn met de Guus Nederhorst Foundation. Ik denk dat mensen eerst eens maar eens moeten gaan, misschien eens naar de site gaan surfen, gaan lezen over cijfers, waar we precies voor staan. Ik ben heel erg geschrokken toen ik met Dinant erin ben gaan duiken om hoeveel kinderen het gaat. En niet alleen om hoeveel kinderen het gaat, maar ook hoe slecht hun leefomgeving is. En ik denk als je beseft dat het gewoon bij jou en mij om de hoek is dat zich dat afspeelt en niet in Oost-Europa of in Afrika, weet ik veel, maar gewoon bij jou en mij om de hoek. Dat je daar best van schrikt. Want ik ben er ook van geschrokken. En daarom vind ik het tof dat ik me daarvoor kan inzetten.